En tot slot tonen we u beelden van een bende die het gemunt heeft op kettingzagen. In enkele dagen tijd pleegden ze daarvoor 3 ramkraken in winkels in Lennik en Rebec. De ramkraak lukte telkens, maar de diefstal van de kettingzagen zelf verliep minder vlot. Tot 2 keer toe moesten de dieven met lege handen gaan lopen. De winkel Keimolen Henri, waar ze landbouw- en industriële machines verhuren en verkopen. Ze hebben hier ook kettingzagen van het merk Stihl. De duurste kostte zo'n 1500 euro per stuk. Op maandag 9 juni 2014, om 2:30 s'nachts, duikt een beige Jeep Cherokee op. De Jeep zal achteruit de winkel inrijden, dwars door het uitstalraam. 2 mannen lopen binnen. Eén met een rode bivakmuts, de andere met een donkerblauwe. Ze hebben het gemunt op een rek met professionele kettingzagen in het tweede deel van de winkel. De kettingzagen zijn goed beveiligd. Ze hangen vast met kabels. De dieven gaan er met lege handen vandoor. Ze zijn nog geen halve minuut in de winkel geweest en ze slaan wellicht op de vlucht omdat de eigenaar die naast de winkel woont het alarm heeft afgezet. Voor zijn neus rijdt de beige Jeep Cherokee weg. De schade aan de etalage is groot en de eigenaars laten de muur dan maar volledig dichtmetselen. Maar 3 dagen na de eerste ramkraak duikt dezelfde Jeep Cherokee weer op. Deze keer rijden de gangsters de voorruit van de winkel aan diggelen. Ze hebben speciaal gereedschap bij om de kettingzagen te kunnen stelen. De man met de rode bivakmuts heeft nu een hamer vast. Een man met een pet op, die vorige keer niet op de beelden te zien was, heeft een grote metaaltang vast. De man met de donkerblauwe bivakmuts komt als laatste aangelopen. De beveiligingskabels worden met de metaaltang doorgeknipt. De eerste dader gaat aan de haal met 3 kettingzagen. De tweede neemt ook 3 stuks mee. De man met de rode bivakmuts draagt er meteen 4 naar buiten. De totale waarde bedraagt zo'n 15.000 euro. Maar dan loopt de man met de pet nog eens binnen, voor een tweede ronde. Hij raapt zijn zaklamp op en loopt naar het rek met de kettingzagen. De metaaltang ziet hij in het donker blijkbaar niet meteen liggen. Wanneer de andere ook naar daar loopt, raapt hij nog snel de hamer op. De tijd is blijkbaar om. Ze moeten vluchten. In totaal zijn de daders 1,5 minuut binnen geweest. De metaaltang blijft op de grond liggen voor het half lege rek. De eerste 2 ramkraken gebeurden in Rebec, ten westen van Brussel. 5 dagen later slaat de bende opnieuw toe, deze keer in Lennik. Ze hebben het weer op een winkel gemunt waar ze kettingzagen van het merk Stihl verkopen. En ze slaan weer toe rond 2:30 s'nachts. Maar deze keer met een andere terreinwagen, een Toyota Land Cruiser. 2 mannen stappen uit, terwijl een derde de Toyota door de ruit ramt. Terwijl de 2 mannen meteen binnenlopen, gaat in de winkel een rookalarm af. De dieven zien niets meer en daardoor kunnen ze wellicht niet stelen. Ook hier waren de kettingzagen trouwens vastgemaakt. De beschadigde Toyota Land Cruiser wordt diezelfde dag nog teruggevonden, enkele kilometers verderop in een afgelegen loods. Wellicht stond hier ook een vluchtauto klaar. Het voertuig was diezelfde nacht gestolen in Roosdaal, niet ver van de plaats van de ramkraak in Lennik. In Borgt-Lombeek is de terreinwagen achtergelaten. De beige Jeep Cherokee, die bij de eerste ramkraken is gebruikt, wordt diezelfde dag teruggevonden. Hij was gestolen in Afligem om enkele kilometers verderop in Rebec de ramkraak te plegen. In Eigen Brakel werd de Jeep teruggevonden. De bende handelt wellicht op bestelling. Met informatie over de feiten en tips over deze bende ramkrakers kan u terecht op het gratis nummer 0800 3300 of via mail.